De reporter van TV Klasse doorkruist Vlaanderen op zoek naar inspirerende proeftuinen. Dat zijn scholen die een nieuw onderwijsidee uitproberen. Zo liggen ze mee aan de basis voor onderwijsvernieuwing in Vlaanderen. Laat je inspireren door de proeftuinen. Te weinig jongeren vinden hun weg in het secundair onderwijs. Daarom leggen het Atheneum van Antwerpen en de Parkschool in Wilrijk het accent op talent en de interesses van hun leerlingen. Zij willen dat jongeren een positieve studiekeuze maken op basis van hun talent. Ik word dus verwacht in twee campussen vandaag. We starten in het Atheneum van Antwerpen. Goedemiddag, welkom in het Koninklijk Atheneum. Dankjewel. Kom mee binnen. Leerlingen lijken hun weg niet te vinden op school, is dat zo? Ja, helaas. Veel te vaak gebeurt dat nog. We hebben ook leerlingen die hier jaren blijven hangen en die eigenlijk hier een studierichting volgen die helemaal niet beantwoordt aan de talenten die zij hebben. En daarom, ja, wij dachten, daar moeten we iets voor vinden, zodanig dat die leerlingen echt wel hun weg vinden en ook hun talenten kunnen waarmaken. En wat hebben jullie daar dan concreet aan gedaan? We hebben sinds dit schooljaar een talentenreis georganiseerd in het eerste jaar van de A-stroom. En tijdens die talentenreis maken ze 4 verschillende reizen. Ze gaan op reis naar de wereld van de wetenschappen, naar de artistieke wereld, naar de economische wereld en ook de wereld van de informatica. Gedurende 7 weken, 2 uur per week, volgen al die leerlingen dus 1 van die 4 gebieden. En daarna is er een doorschuifsysteem. We hopen op die manier dat ze ook ontdekken wat ze zelf heel graag doen. Want wat je graag doet, dat doe je beter en dan ben je ook veel meer gemotiveerd. Super, gaan we eens kijken? Graag. Dan komen we hier. We hebben een klaswarmgroep artistieke vorming. We gaan kijken bij de 4 belangstellingsgebieden die alle leerlingen aangeboden krijgen. Ze werken vooral met projecten die aansluiten bij hun leefwereld. De leerlingen gaan het praktisch doen met de handen. En dat is de bedoeling om dan nadien, zodanig dat de leerlingen dan niet gemakkelijk een keuze kunnen maken en zeggen van dat interesseert mij echt wel en ik wil er echt wel voor gaan. Is dat iets voor jou, zo'n computer uit elkaar halen? Nee, niet echt. Nee? Nee. Lukt het niet goed? Allee, jawel, maar dat is niet echt mijn ding. En wat vind je dan wel leuk in dit talentenreis? Die artistieke, die tekeningen, die moest te maken. Dus, dat is wel meer iets voor jou. Ja. Als ze daar nu minder in geïnteresseerd zijn, is dat dan erg? Dat is zeker niet erg, want elk kind is anders en zal misschien andere interesses ook hebben. Maar het is goed dat ze hiervan kunnen proeven. En tijdens onze lessen binnen de talentenreis komen er heel wat dingen aan bod. Maar het is natuurlijk mogelijk dat zij veel beter zijn in een ander vak en minder goed zijn in dit vak. Maar ook dan is het denk ik wel bijzonder voor hen om heel al die stadia te kunnen doorlopen en zo eigenlijk een bredere waaier aan mogelijkheden te hebben. We willen vermijden dat jongeren op de verkeerde plaats zitten. Zo denk ik aan een jongen die hier een aantal jaar geleden zat. En die hier jaren eigenlijk niet op zijn plaats zat. De jongen had een echt talent voor muziek en voor dans. En toch zat hij hier in de richting handel. En daarna kantoor om uiteindelijk hier ongelukkig te zijn. En welke rol spelen ouders daarin, in die studiekeuze? Ja, die ouders spelen natuurlijk een heel belangrijke rol. Het is ook heel begrijpelijk dat ouders kiezen voor hetgeen ze denken dat het veiligste is. Qua toekomstmogelijkheden. Maar via onze talentenreis hopen wij dat die kinderen hun ouders zullen enthousiasmeren. En wij zijn de eerste om die kinderen daarin te steunen. En eigenlijk moeten we aan die ouders proberen duidelijk maken dat dat ook de enige richting is die geschikt is voor hun kind en waar ze beste toekomstmogelijkheden mee hebben. Ze maken de eerste graad breder door 4 belangstellingsgebieden toe te voegen. Zo leunen ze aan bij de hervorming van het secundair onderwijs. We leggen hier inderdaad de link naar de beleidsnota van de minister. De minister wil het watervalsysteem tegengaan door het keuzeproces te verlaten. En dat is wat we hier doen. Want ook in het tweede jaar van de eerste graad willen we met die talenten verder werken. Terwijl dat ze in het eerste jaar een reis maken, gaan we in het tweede jaar echt verdiepen. Om dan later de juiste keuzes te kunnen maken. Anderzijds denk ik dat voor heel specifieke richtingen, bijvoorbeeld
in het kunstonderwijs of specifieke beroepsrichtingen, dat dat daar niet evident is. En dat leerlingen op basis van een talent of een interesse die al heel vroeg aanwezig is, toch wel in die eerste graad al die keuze zouden moeten kunnen maken. In de parkschool in Wilrijk trekken ze die brede eerste graad nog een beetje verder door. Samen met basisschool Iepenman werken ze een vierjarige cyclus uit. Om zo de overgang van het basisonderwijs naar het secundair vlotter te laten verlopen en om ieders talent te ontdekken. Jullie hebben een vierjarige cyclus uitgewerkt. Waarom zijn jullie daarmee begonnen? We zijn daar eigenlijk gefaseerd mee begonnen. In de eerste plaats hebben wij vastgesteld dat ook bij ons vaak schoolmoeheid bij de leerlingen optreedt. Dat schoolmoeheid en vervroegde drop-out eigenlijk in de eerste plaats te maken heeft met het welbevinden van de leerlingen. En hoe komt dat welbevinden dan niet zo hoog ligt? Dat heeft meestal te maken met het feit dat ze verkeerde studiekeuzes hebben gemaakt. In functie daarvan hebben wij daar in onze eerste graad een brede eerste graad gemaakt. En nadien hebben we dan gezegd, kijk, misschien is het ook zo dat dat veel vlugger moet beginnen, die positieve studiekeuze. En dat ook in de overgang van de basisschool naar de eerste graad toe, wij eigenlijk op dezelfde manier zouden moeten kunnen te werk gaan zoals we het dan hebben gedaan in de eerste graad. En hoe verloopt die samenwerking dan concreet? Die samenwerking die verloopt op verschillende vlakken. Aan de ene kant hebben wij dan echt verticale leerlijnen gemaakt. Dat wil zeggen dat wij de programma's op elkaar hebben afgesteld, bijvoorbeeld voor de talen. We hebben dat ook gedaan voor ICT. We hebben dat ook gedaan voor techniek. We hebben dat ook gedaan voor artistieke vorming, zoals dans en podiumkunst, beeldende kunsten. En dat doen we binnen vrije ruimte en via projectwerking. We doen dat ook voor sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld, ze gaan samen naar een toneel van overpesten bijvoorbeeld. Ze hebben samen een vredesproject gedaan. En er zijn ook snuffelmomenten. Dus de kinderen van het zesde leerjaar komen geregeld eens mee lesvolgen in de eerste graad. Omdat het vijfde en zesde basisonderwijs en het eerste en tweede secundair zijn samengevoegd in één graad, zijn er heel wat afspraken nodig. De leraren vergaderen regelmatig over agenda's, werkvormen en projecten. Nu de papieren versie verschijnt pas in maart. Zijn er nog voorstellen voor artikels of andere zaken die erin moeten verschijnen? Door al in de basisschool veel aandacht te schenken aan techniek en kunst, weten de leerlingen beter wat het inhoudt om voor ASO, TESO of KSO te kiezen. En door deze aanpak wordt de overstap naar het secundair veel makkelijker. Merk je dat de leerlingen sterker in hun schoenen staan als ze hier naar het secundair gaan? Ja, we merken dat de leerlingen minder schrik hebben om in de middelbare school binnen te gaan. Ze zijn al 2 jaar vertrouwd met de leerkrachten die hier rondlopen, met de verschillende werkvormen. Omdat we dat ook al 2 jaar gedaan hebben, we hebben kennis gemaakt met beeld, met drama, met ICT, ook met de labolessen. Dus de leerlingen zijn echt wel gerust als ze binnenkomen. Welke meerwaarde zie jij als leraar bij dit systeem? Ik merk dat het voor mijzelf ook enorm fijn is als ik op 1 september naar hier kom en ik kan die leerlingen al bij hun naam aanspreken. Ik ken hen, zij kennen mij en dat geeft iedereen een goed gevoel. Ja. Is er ook een inhoudelijke meerwaarde? Zeker, als ik dan denk aan mijn vak, Nederlands. Het taalbeleid loopt door van de derde graad basisonderwijs naar onze eerste graad. Dus de vaardigheden waar ik rond werk, daar beginnen zij al aan in het vijfde leerjaar. En dat verschil, dat merk ik wel in mijn vak dan. Zo'n 4-jarige cyclus uitwerken gebeurt niet zonder moeilijkheden. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Een van de valkuilen is natuurlijk dat zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs een heel eigen project en structuur hebben, die misschien een klein beetje vastgeroest zijn en die moeten dan natuurlijk losgemaakt worden. Dus je begint met een heel kleine kern van mensen die daarin geloven en geleidelijk aan, nagelang iedereen zowel de meerwaarde begint van in te zien, dan groeit dat en dan wordt dat echt wel probleemloos. En brengt dat extra werk mee voor de leraren? Eigenlijk niet. Het is wel zo dat leraren dat denken. Althans in het begin. Hè. Ze denken, dit komt er allemaal bij. Wat moeten we daar allemaal gaan voor extra doen? Terwijl je dat niet moet gaan doen. Je moet de dingen die je gaat doen in een ander perspectief gaan doen. Ondanks die struikelblokken blijven jullie er wel voor gaan? Natuurlijk blijven we ervoor gaan. Gewoon omdat we de meerwaarde ervan inzien. Hè. Wij zitten hier met een heel stel gelukkige kinderen die echt wel weten wat ze nadien willen gaan doen. Zowel van basisonderwijs naar eerste graad als van eerste graad naar tweede graad. Dat was de bedoeling. Hier gaan leerlingen graag naar school, omdat ze aangesproken worden op hun talenten en die kunnen ontwikkelen. Volgende keer zie ik jullie in Brugge.